Ik ben Philippe Brusselmans, ik ben 21 jaar, ik ben verkozen uit Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Belang en ik ben daarmee het jongste parlementslid ooit. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, ik ben er eigenlijk een beetje spontaan ingerold. Ik ben al lang actief binnen de Vlaamse beweging, maar ook in het verenigingsleven. Altijd wel een politiek engagement gehad, maar voornamelijk metapolitiek. Maar voor mij was de tijd nu gekomen om de stap te zetten naar de partijpolitiek om vanuit het parlement zelf iets te proberen veranderen aan onze samenleving. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Dat was eigenlijk heel hectisch. Eerst heb ik samengezeten met familie. Dat was lang geleden, na een zeer drukke campagne. Dan zijn we allemaal samen met het partijbestuur eigenlijk gaan volgen in een zaal in Londerzeel. En dan ja, je zag de resultaten binnenkomen. Dat was natuurlijk zeer positief voor ons. Dus iedereen was wel al wat in feeststemming. Maar voor mij was het toch nog lang wachten eer ik wist of mijn zetel ook viel. Ik stond op een strijdplaats. Nu achteraf bleek dat mee te vallen. We hadden meer zetels gehaald dan we aanvankelijk gedacht hadden. Maar ik heb toch tot 2 uur 's nachts zitten nagelbijten. En dan ben ik eigenlijk niet meer gaan feesten of zo. Maar ik viel als een blok in slaap, vermoeid van heel die campagne. Maar ik heb wel vredig geslapen die nacht, dat wel. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, zeer zeker. Hè. Zoals ik zeg, het is boven onze verwachtingen eigenlijk. We hadden gehoopt om erop vooruit te gaan, om de gemeenteraadsverkiezingen te evenaren. Maar we hebben er nog een smak bij gedaan en het is fantastisch natuurlijk. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Het is allemaal nog een beetje nieuw, hè. Dus ik weet nog niet heel goed wat concreet is allemaal te verwachten. De commissies moeten ook nog verdeeld worden. Maar ik heb me altijd geprofileerd op de sociale woningen, die wachtlijsten die moeten ingekort worden. Dus ik denk aan wonen, gelijke kansen, armoedebestrijding. Langs de andere kant, gezien mijn jeugdige leeftijd, commissie jeugd, maar ook sport, waar mijn interesses liggen, kan ook wel iets leuks zijn om te doen. Maar ik wil vooral hier iets veranderen in het parlement en misschien ook nog een klein beetje leven erbij brengen. Het is heel cliché, want ik hoor veel jonge, nieuwe parlementsleden dat zeggen, maar het is wel zo. Het Vlaams parlement staat er een beetje onbekend om vaak een iets saaiere boel te zijn. Ik denk dat wij leven in de brouwerij, dat ze dat hier wel kunnen gebruiken. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, met mijn studies, ik moet die dus nog afmaken. Dat staat gepland voor volgend jaar gedaan te zijn. En het is de bedoeling dat ook effectief zo gebeurt. Dus het zal even nog drukker zijn, maar ik ben gewoon als student, heb ik ook altijd fulltime gewerkt. Dus ik ga dat nu blijven doen, alleen is het nu als parlementslid in plaats van in de horeca. Ik heb enig geluk dat ik niet zo heel veel tijd moet investeren in mijn studies om dat tot een goed einde te brengen. Althans, dat zeg ik nu nog. Maar we zullen zien op het einde van de rit. U vraagt mij volgend jaar nog eens en dan hoop ik hier te kunnen zitten en te zeggen dat ik afgestudeerd ben. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Goh ja, die is vrij gering, omdat ik altijd wel al in die politieke kringen heb rondgehangen. Hè. Dus ja, er is heel veel blijdschap rondom mij. Ik denk ook dat mijn familie ergens wel fier is. Maar heel veel verandert er natuurlijk niet. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ja, ik ben hier binnengekomen als het jongste parlementslid ooit, maar ik wil hier niet buiten gaan als het onbenulligste parlementslid ooit. Dus ik hoop dat ze mij kunnen afrekenen op het werk dat ik hier heb verricht.